Ja, de vraag is toch eigenlijk heel simpel. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat anderhalf jaar nadat hij als onverbeterlijke schuinsmarcheerder en politiek gevaar op de weg het wereldtoneel verliet, hij toch weer de premier van Italië kan worden? Europa houdt de adem in. Het zal toch niet waar zijn. Duitsland waarschuwt, Frankrijk waarschuwt. Maar il cavaliere, Silvio Berlusconi ziet er 76 jaar fitter uit dan ooit, lijkt het wel. Zondag gaat Italië naar de stembus. Gepeild wordt er al lang niet meer. Er is werkelijk een kans. Er is werkelijk een kans dat hij terugkeert. Martin Simek zit aan tafel en Nieuwsuur-correspondent Eveline Redmeijer, beide welkom. Martin, jij schreef dit boek. Even om te legitimeren dat je een autoriteit bent op dit gebied. Jullie zijn allebei volgens mij niet zo lang geleden nog in Italië geweest. Jij bent gisteren aangekomen. Ja. Dan toch aan jou de eerste vraag. De sfeer in Italië. Er wordt niet meer gepeild. Er wordt niet meer gepeild. Dat is 2 weken voor de verkiezingen verboden. Maar ja, dat gebeurt toch in het geheim. Via allerlei moeilijke en ja, geheime strategieën weten ze toch wel een beetje wat er leeft. En hij blijft stijgen. Dat hebben we de laatste dagen, toen het nog wel mocht, gezien. Als dat doorzet, ja, dan weten we niet waar dat eindigt. Jullie komen allebei uit Italië. Jullie begrijpen dat land veel beter dan Ali en ik. Maar wij vinden het onbestaanbaar dat iemand die zo afdroopt van het wereldtoneel, met al die schandalen die daarbij hoorden en die onmacht in de politiek, dat die weer terug kan. Leg het ons uit. Wat is het dat die man heeft dat hij dat land weer bij de lurven heeft? Als hij een televisieprogramma zou hebben in Nederland, dan zou die ook misschien 1 miljoen, 2 miljoen kijkers hebben. Hij is een meester in communicatie. Meer kan ik niet over zeggen. Mij interesseert hij vooral ook als theaterman. Hè? Wij hebben op de toneelschool, kan ik nou zeggen, want de man die dat voor ons draaide is dood, Jacques Commandeur. Die heeft voor ons gedraaid hier in Amsterdam de toespraken van Hitler. En vanwege de timing. Ik verstond tenminste geen Duits, maar die timing was weergeloos. En wat Berlusconi doet, kijk al in dat blik. Nou ja, je kan lachen, het is ongelooflijk wat hij met mensen doet. Hij kan het. Verder. Maar Italië houdt blijkbaar zoveel van hem, ondanks alle schandalen en ondanks alle schande soms ook, dat ze hebben hem liever dan misschien een saaie Monty of weet ik wat. Ja, het is ook, hij spreekt aan. Als je hem op tv ziet, dan is het in ieder geval, nou ja, plezier. En ja, wat me iedere keer weer opvalt, hij deinst nergens voor terug om de overwinning te behalen. Hij belooft van alles. Er was dus, nou ja, de brief. Nou ja, dit. Iedere Italiaan heeft een brief in zijn bus gehad? Ja, de meeste Italianen hebben een brief in de bus gehad. En daar stond te lezen? Daar stond te lezen dat je daarmee dus de onroerend goedbelasting voor 2012 cash komt ophalen bij het postkantoor. Ja, en die zag er echt idioot echt uit. Dus er stond ook gewoon opgedrukte belastingteruggave. Ja. En dan wel met het logotje van zijn partij. En ik wilde dus niets liever dan die brief hebben. Dus ik ben overal langs gegaan en aan mensen gevraagd, mag ik die brief hebben? Ja, en mensen die hebben hem wel laten zien, dus ik heb een kopietje mogen maken. Nou, maar ik wilde heel graag die echte brief hebben. Toen zei ze, nee, want ik hou hem toch maar, hè, je weet nooit. Dus ergens denken ze, nou ja, de kans is heel klein. Maar toch, hè, als je het dan terug kan krijgen, houden ze hem liever bij de hand. Er zijn al mensen bij het postkantoor geweest met die brief. Die dachten ze het nu al konden terugkrijgen. Die dachten dat ze het terug. Want krijgen. Je krijgt het terug als je op hem stemt. Ja, hij wordt de premier, krijg je een heel groot bedrag terug. Ja, het is toch niet te geloven. Laten we even kijken over de media-optredens van de laatste weken. En het eindigt, nou ja goed, het heeft soms met politiek te maken, soms met seks. Het maakt ook niet uit. Hij steelt de show. Daar komt het op neer. Perché il direttore sta così lontano da me? Dato probabilmente la vecchiaia che avanza, ho difficoltà addirittura a sentirla. Quindi o il direttore si avvicina o alza la voce, se no mi devo avvicinare io. Mi si è fidanzato? Sì, mi sono. Si è fidanzato? Sì, è ufficiale? Sì, è ufficiale. È ufficiale. Napoletana come lei? Come a me, molto più piccola di me. Siamo decisi a vincere. Non ho capito molto bene. Lei viene? Lei viene? Sì. Sì, ma scusi, una volta sola? No. Dat kan allemaal. Ja, ik kijk ook met. Ik zit ook met zo'n glimlach te kijken. Martijn, sorry, maar kijk, dat laatste, dan mis je de voorspel. Hè? En als je de. dat is niet eerlijk. Je moet altijd de voorspel zien. Wat fantastisch voor jou interessant maar Martin, wat het voorspel ook is, we zien Mark Rutte nooit over klaarkomen praten op de televisie. Zij is heel boos, hè? Zij is heel boos. Misschien, Obama ook niet vaak, denk ik. Ja, terwijl Obama moet iets van weten, ja. Bij Max Rutte weet je het niet. Maar goed, dit kan. In Italië kan het. Hier zou dat ook kunnen. Hij maakt het waar. Kijk naar die foto. Ja, het lijkt wel alsof je hoopt dat hij terugkomt. Nee, dat is iets anders. Want kijk, Berlusconi blijft altijd aandacht krijgen. Tot hij dood is. En als hij dood is ook nog.
Dat is een, dus als ik hem wil zien, dan zal ik hem genoeg kunnen zien. Mm-hmm. Op televisie of elders. Maar wij praten over Italië. En hij is Italië. Hij is Italië. Dit jammer. Of is dat jammer, of is dat fantastisch? Ik weet het niet. Hij is Italië. Wat denk jij, Evelien? Ik denk dat dit het oude Italië is. En dat het er nog wel echt is. Maar dat er ook echt een heel ander land is. Wat opkomt, wat groeit, wat zin heeft in verandering. En die gewoon, begin december voor de tv zaten. Niet weer. En er werd in de buitenlandse pers lacherig over gedaan. En ook in Italië hebben ze... Duitsland waarschuwt, Merkel waarschuwt, dit mag niet gebeuren. Maar slecht voor de Europese Unie. Die Duitse ministers die kunnen het niet slechter doen dan ze doen. Die zeggen, stem niet op Berlusconi, stem op Monti. Echt. Een betere campagne voor Berlusconi kun je niet krijgen in Italië. Ik heb een beetje het idee, de keren dat ik in Italië ben geweest... dat die mensen dus zo vol van zichzelf zijn, of zo bezig met zichzelf zijn... dat ze... gewoon niet eens weet dat ze niet interesseert wat wij van ze vinden. Of zie ik dat verkeerd? Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik weet niet of jullie nog het fragment herinneren... dat Sarkozy en Merkel een beetje lacherig gingen doen over Berlusconi. Haters en lovers van Berlusconi vonden dat vreselijk. Hè? Het is een clown, maar het is onze clown. Hè? Dus er is echt heel veel trots ook in Italië. Laten we even kijken. Bersani is zijn grote concurrent. Ja. Die ligt in de peilingen, althans de laatste peilingen die we mochten weten, ietsjes voor. Dus het is ontzettend spannend. Hij heeft het over Bersani op een grote campagne ergens in het land. En dan va in casa, entra in bagno, finestra aperta, accende la luce, va davanti al lavandino, alza gli occhi. Guarda nello specchio e cosa vede nello specchio? Ma vede Soru e si è già rovinato tutta la giornata. Ik moet nou iets zeggen. Ik begrijp namelijk nou waarom ik een speciale sympathie voor hem heb. Je moet begrijpen, ik heb onder communisten geleefd. Ja. En het is natuurlijk 45 jaar te laat dat hij ermee komt. Maar als ik zie wie niet communist is, wie niet springt is communist, dan kom ik alsnog, denk ik... Nou is mijn vader kan lekkerder in zijn graf liggen. Weet je? Ik heb onder communisten geleefd. En dat is natuurlijk kinderachtig, maar Italië... heeft grootste communistische partij en sterkste communistische partij. Daar zijn communisten echt bijna aan de macht geweest. Mm-hmm. Hè? En dat communisme, dat gevaar van die communisme... zij weten waar hij dat over heeft. Ja. Maar wat je ziet is, alle politici die nu aan het woord zijn... hebben een somber gezicht, want het zijn sombere tijden. En ze hebben slechte mededelingen te doen. Bij hem is het feest. Ja. En bij Grillo. Vergeet me Grillo niet, want dat is de nieuwe. Kijk, dat is de cabaretier. Leg even uit. Dus dat is de derde kandidaat? Ja, dat is de newcomer. Kijk, wat belangrijk is wat Evelien zei... dat Berlusconi is oude Italië. En nieuwe Italië is Grillo. Hoewel hij ook al 64 is. Maar hij voert alle jonge mensen aan via de blog. Hij is zeker 20 jaar niet op televisie geweest. En... op dit moment in Rome, op Piazza San Giovanni, die is stamvol. We hebben daar een beeld van. Ja, het is inderdaad as we speak. Ja. Kunnen we dat even zien, jongens? Dat zou fantastisch zijn. Hij wil nooit op... C'è un terrore che aleggia! C'è un terrore! Dat geeft niet. Oké, dit is een van die plenen. We moeten even wachten op de goede instart. Dan hebben we het over echt Rome op dit moment. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dit is het. Het regent in Rome, dus dat kan in Rome zijn. In Rome regent het ontzettend. Maar dit is nu. De regisseur zegt, dit is nu. Dit is Rome, ja. Ik was eergisteren in Zuid-Italië op zo'n tsunami-tour. Hij doet dus waar alle politici alleen maar op televisie zitten... van 's ochtends vroeg tot 's avonds, gaat hij al die pleinen af. En die worden steeds voller. En hij wordt als een popster ontvangen. Want hij wil niet op tv, hij zegt... tv die wilde mij nooit uitzenden als cabaretier. Ik kom nu nooit meer op tv. Hij doet het echt via de pleinen. En de pleinen staan, dus dat zien we hier stampuntvol. Ja. Zou hij ook kunnen winnen? Zou hij ook kunnen winnen zondag? Hij als nieuwkomer wint hij zeker. Hij zou de hele... hij zou roet in de... hoe zeg je dat? Roet in wat gooien? In het eten? Gooien. Ja. Omdat hij zal bepalen... Roet in de wat gooien, ja. Ja, roet in de... Hoe lang woon je hier nou eigenlijk, Marco? Kijk, in Italië gebruik ik die uitdrukking nooit, hè. Nee, maar er kon zelfs volgens mij een pornoster een keertje mee, toch?
aan de verkiezingen. Dus, Cicciolina, ja. Dus ja. Je ziet het voor je dat Kim Holland hier meedoet aan de verkiezingen. Dat is van... ja, jij maar... wel, zie ik. Ja, ik... Ja, dat is waar. Laten we even kijken nog naar Berlusconi. Daar beginnen we mee. En dat, ja, dat vrezen we een beetje. En als ik jullie goed beluister, moeten we er ook een klein beetje blij mee zijn. Want dan blijft hij in beeld. Hij geeft een interview aan in het Hol van de Leeuw. Niet alleen op zijn eigen zenders, zijn commerciële zenders. Maar ook bij de andere kwam hij... Kijk, als je die foto kijkt. Dus iedereen die daar zit, die haat hem. Hè? Ja? Niet dat ze hem niet mogen, die haat hem. die presentator, die haat hem. Die jongen die daar zit, dat is een columnist, die haat hem. En hij gaat daar zitten. Op dat moment keek 9 miljoen mensen. Hij heeft tot dat moment, dat programma duurt 3 uur. Dat is mijn tempo. Hè? Dat vind ik heerlijk. 3 uur. Ja? 3 uur. En hij zit te winnen. En dan... Op dat moment vraag die één ding. Maar één ding zeg ik. Mag ik op de plek van die columnist gaan zitten? Die columnist zit nou op de plek van Berlusconi, ja. Die daar bij die pilaar. Ja. Berlusconi gaat op dat plek van die columnist zitten. Hij haalt een papiertje uit en begint voor te lezen. Want die columnist, die leest altijd voor. Ja. En hij zegt, Marco Travaglio, jij bent ooit bij mij begonnen. Je bent ooit in journalen, in mijn krant ben je begonnen via de die en die aanbeveling. En dat is waar. En jij leeft van mij. Je hebt 20 boeken over mij geschreven. En hij heeft gelijk. Kijk, ik zit hier ook omdat ik halve boek over Berlusconi heb geschreven. Dit programma gaat over Berlusconi. Hij zorgt ervoor dat alles om hem heen draait. Hij begint daarover. En dan... Kom ik hier en je kijkt me niet eens aan. Je leest van papier. Kijk hoe lelijk dat is. En dan begint hij over die oud papier te lezen. En dan gaat Santoro ingrijpen, want hij weet, dit wordt knock-out. Ja. En hij begint hem te onderbreken. Hij onderbreekt hem. Berlusconi gaat terug naar de stoel waar die gehate columnist zat. Maar hij heeft dit allemaal met glimlach gezegd. Hij heeft het niet helemaal, was niet boos. En dan begint hij dus schoonmaken, die stoel. En dan gaat hij omzitten. Zullen we even kijken? Ja. Dankjewel voor de inleiding, Martin. Ja. No, nou ja. Kijk, en zijn publiek die tegen hem is, moet eerst lachen. Dan pas beseffen ze, jee, wij moeten eigenlijk flauten, want dit is schandalig. En deze uitzending heeft hem in de reis gezet. Want hey, niemand zal überhaupt over hem denken. Maar hier heeft 9 miljoen naar gekeken. En die mensen hebben gezegd, ja, hij is nog niet senior. Hij is 76, hij is bijna zo oud als Evelien, hij ziet er fitter uit dan ooit. Nou, dat is niet helemaal natuurlijk, hè? Nee, hij laat zich iedere paar maanden glad trekken. Ja. En iedere paar maanden laat hij alles weer witten. Maar hij is echt... Ik heb hem nog nooit zo vitaal gezien als nu. En ik vind het echt lef hebben dat hij daar is gaan zitten. Want je moet je voorstellen, hij zat tegenover Ton Huis, Matthijs van Nieuwkerk, Marielle Tweebeke en Paul Witteman. Die echt jarenlang hebben uitgekeken om eindelijk eens een keer Berlusconi in een show te hebben. En hij heeft ze alle hoeken van de studio laten zien. Hoop je niet een klein beetje dat hij gewoon wint? Als correspondent Rome? Zeg maar gewoon jou. Nou, ik ga er over een paar weken wonen. Voor mijn werk zou het geweldig zijn. Maar in een land wonen we Berlusconi weer. De scepter zwaait. Het valt me zwaar vallen, laat ik het zo zeggen. Ik dank jullie zeer. Applaus.